Welkom kijkers van Kwef Kwef. Vandaag gaat mijn stiefbroer proberen. Dat is de Slender Game. En mijn andere stiefbroer zitten wij. Hij zit al te gillen. ja, laten we zien hoe hij het gaat doen. Straks ga je niet meer zo hard lachen hoor, meer schrikken. Ja. Oké. Ja, ik hoop echt dat je een hartaanval krijgt. Ja. Jij ging niet zitten voor. Begint al. Oh, oké. Ja. Oké, zoom. Gaat die zoom? X. Jij hebt het X zoom. En wat Griekse ei? Dan zoom je uit. Griekse ei. Ik bedoel Q. Dat is geen Griekse ei, hè? Oké, ik zal maar snel bezig gaan. Want het beest al achter je aan. Kijk sneller. Dat zou ik maar alleen doen wanneer het beest achter je aan zit. Van het beest als echt. Je moet zoeken naar papiertjes. Oh god. Dit wordt erg. Zit meestal op iets anders dan bomen, zoals stenen en zo. Zit hij achter me aan? Nog niet zo erg. Kan hij achter me staan? Ja. Moet ik achter me kijken? Hey, kijk aan de linkerkant. Is dit zo'n grote silo? Ik kan niet van mijn ogen. Huh? Ziet hij mee? Nee, dit wel zit er langs. Ja, dan moet ik langs. Dan moet je hier zo gaan. En waar nu? Dan moet je ook kijken rond de silo, misschien zit er aan het plaats. Ja, daar. Moet je met gewoon klikken. Ja, snel één weg. Snel moet je alweer weg, hè. Want ik kan er achter je aan zitten. Ik zie die kant op. Dan kan ik anders kijken. Dan kijk ik langs. Oké. Kijk, waar is hij nu? Hij komt hier zo aan. Ik ga schrikken. Ja. Ik vind het echt doodeng. Ja. Soms dat zie je me in één keer in de verte echt staan. Kijk, ja? Echt hier. Nee. Dat heb ik ook al de hele tijd. Ik noem het, wacht, hier liepen jullie gisteren langs. Ja, allemaal hek. Hier moet ik niet heen. Kijken hoe lang jij het volhoudt. Zo, ja. En maar wanneer kun je stoppen dan? Wat zeg? Als je al acht pagina's hebt. Ja. Is iemand ooit overleefd? Jij? Ik heb mijn record bij vanmiddag gewoon. Zou het jammer genoeg niet afgenomen. Hij komt, ik voel het. Ik voel het! Kut, je kan er niet langs. Ik ga... Nee, lopen, blijf lopen. Als je stil blijft staan, dat deed ik dus toen ook. En toen had hij mij. Dus, toen zei ik, wat als ik hier nou over blijf stilstaan? Toen stond hij achter mij. En toen moesten we heel wat schrikken, helemaal niet. Ah! Wat? Oh shit, snel weg! Je gillen. Hij stond er tegen die. Weet ik, ga snel eens heel veel rennen, op shit. Oeh. Ik heb het in houden. Oké, we blijven gewoon vooral lopen. Hoogte shift. Hierheen? Ik probeer een beetje te zoeken naar huis of zo in het midden. Naar een huisje. Nee, niet achter je gaan kijken. Hier? Ja, het gaat daar eens naartoe. Hij komt hier zo. Hij kan hier niet eens voor. Hij kan wel teleporteren. Net zoals de Enderman. Wat is de Enderman? In Minecraft. Oeh, die. Ja. Ik snap het. Moet je hier gewoon heen gaan? Ja, zal wel doen. Ik kom eraan. Ja. Ik zou niet achter gaan kijken. Vanmiddag had ik een stuk of vijf keer naar achteren gekeken en toen al vijf keer stond hij net een meter van me af. Ja. Ja. In één keer liep ik achteruit, toen knalde ik tegen hem aan en toen ging mijn pompje even zelf naar gaan kijken. Zat hij dan al? Ja, mij wel. Hij kijkt iets. Nee, hij is iets binnen. Wat is dit dan? Oh, dit is het huis! Dat zitten daar die drie... Ga je daar naar binnen? Nee. Oké. Dat moet je ook krijgen. Oh, dit is die douche! Ja. Dan word je daar misschien ook gepakt. Maar dat gaat niet in, hè? Nee, ga eens maar rechts. Rechts. Blijf lopen, rechts. Daar? Daar, bij de silo's. Ja, maar hier ben je gisteren gepakt. Bijna. Het was niet gisteren, was alweer voor mij. Een paar dagen geleden. Oh, ja. Mm-hmm. Ik vind het doodeng, man. Dan moet je maar eens een keer 's nachts gaan doen. Maar dat ga ik niet doen. Ik kijk niet eens om me heen. Nee. Je ziet normaal bij Call of Duty kijken een beetje om je heen, van daar is een vijand. Ja, blijf maar dat ga ik hier niet doen.
Probeer dan wel een papiertje te vinden, hè, want dat is wel de opdracht. Oh, ja. Maar die was hier ergens aangeplakt aan de zijkant. Soms ook. Dat was gisteren zo. Dat is random. Dat was weggezet. Nee, hier is hij niet. Meestal als je om een hoekje kijkt, staat hij daar in één keer. Ja? Ik ga nu in één keer recht naar de andere kant kijken. Je kunt ook heel veel gaan rennen. Je moet niet weten dat we dat gaan doen. Waarom is het zo eng? Ik wil gewoon jouw reactie. Blijf ook. Staat het niet zo anders op? Hopelijk. We moeten gewoon volop aan het praten zodat hij niet zo hard aankomt, snap je? Ja. Want ja, als er stilte valt, dan opeens. Wow. Daarom is het, vind ik het wel fijn als je dan meerdere dit doet. Ja. Als je het alleen doet. Ja, maar jij bent helemaal niet zo scheiden, dus als je dan. Dus als jij dan schrikt, dan schrik ik helemaal. Ja. Kiel, is dit wel een vreemd? Nou. Wat is dit dan weer? Oh, daar zit soms eentje binnen. En niet dat beest, maar een papiertje. Kijk, daar binnen. Ja, maar zo schat je. Nee, daar is die niet. Daar is die niet. Kijk daar. Zie je daar? Waar? Nee. Ik zie het. Kijk daar, papiertje. Daar, helemaal aan de rechterkant. Waar? Daar. Zie je dat een beetje glisteren? Ja. Daar. Zag ik niet even eens daar? Nee. Daar. Moet ik nu wegwezen, zo? Ja, ja. Moeten pakken. Ja, en sneller. Oké, ik kan nog voor je staan, dus ik zou niet de hele tijd gaan rennen. Ik weet niet of je ziet. Ga een beetje rennen. Om een beetje van op aan. Nooit blijven stilstaan. Ik kom me verkrachten. Ik vind het erg, ik wil niet meer. Doorgaan, hè. Ja. Schrok Herman ook? Ja. Ik heb dat filmpje niet helemaal gezien, maar voor jou wel. Mm-hmm. Voor jou is ook wel eng. Ja. Je komt zo tevoorschijn, man. Je durft niet meer verder. Mm-hmm. Wat steeds enger, hè? Ja? Ja. Als je hoe meer je plaatje hebt, hoe meer je vijf hebt, elke keer als je achterom kijkt, dan staat hij daar. Ik dacht dat hij zag staan. Oké. Nou, je moet er nu naartoe kijken. Dat is donker. Dat is nog even. Moet ik naar links kijken? Ja. Ja, dat staat. Vanmiddag deed ik het ook met een vriend en toen liet ik hem de hele tijd schrikken. Ja. Ja. Gewoon blijven praten, net doen alsof er niks is en dan dan schrik je opeens helemaal de tyfus. Ja, er is helemaal geen weirdo die jou achterna zit. Die wil vermoorden met zijn gast met geen gezicht, ja. Ja, ja. Je moet eens graag hier kijken. Ik schrik, ja dat ga ik niet doen hoor. Weet je, op YouTube aan, kijken is eng hè, maar dit is echt, je schijt je echt drie kleuren stront. In regenbro. Ja. Maar dan eerlijk rood, ja, rood, ja, rood, dan ben je hartstikke dood. Ja. Waar is komt hij nou? Ja. Oh, voor mij zag ik hem aan de rechterkant. Echt? Hij komt hoor, ik voel het. Je voelt van alles. Nou hè, ik voel dat ik heel groot dood ga. Ze vallen zowel in dit spel als real. Ja, ik had dat al. Ja. Milan ga je toch wel weer niet meer, hè? Daar moet je naartoe. Dat is meer zo'n plaatje. Ja, maar die gast die loopt altijd in open stukken. Nee. Ja. Die gast staat meestal achter een boom of zo. Ja, en dan kom je daar aan. Ja, daar ben. Kijk eens. Aan de zijkant van mijn huisje misschien. Nee, kijk eens aan de andere kant van mijn huisje. Jawel, dat is waard. Oh ja, pak het. Oh, nou wordt het nog spannender. Snel weg, hè. Snel weg. Je hoort het. Steeds spannender. Rennen? Ja, wel precies. Ik durf niet meer. Ik wil niet meer. Ja, doorgaan. Doorgaan, blijf lopen. Ja, mijn stelpje is achter me. Hij staat ook achter je. Echt? Ja. Misschien wel die boom. Ja. Die boom is meestal ook. Deze? Ja.
Ja, maar dat is gewoon een boom. Nee, dat is een reuzenboom. Ja, papiertje. Waar? Pietje, rechts. Gaan ze. Oh nee, dacht ik. Kijk eens een keer om de boom heen. Nee. Waarom niet? Je moet proberen alle papiertjes te verzamelen. Ja, maar er eentje mis. Dat is een papiertje. Ik zag er geen een, dus ik ga er ook niet in. Ja, alle kant. Ja, maar ik ga niet meer rondkijken. Er zijn 3 papiertjes. Ik heb die gaat wel op me af. Ja, tenminste al even veel als hem, man. Oh. Ja. Het is een wonder. Ja, nou alleen nog eentje. Ik ben helemaal zo'n scheidluis hierin, ja. Ja. Ik dacht ik dat ik 4 kon spelen. Nou, wow. Ja, dat is een Bioshock. Gadverdamme. Ben je al bang voor Bioshock? Nou, die lui die erin speelt, die zijn echt gestoord, man. Die zijn echt gek. Kom op je af. Slenderman is ook gestoord. Ja, nou ja. Het verkracht kleine jongetjes. Ja. Kleine jongetjes zoals vooral mij. Met blond haar. Ja, blijf lopen. Niet vertel waar hij staat. Ja, maar... Hij weet overal waar je bent, hè. Maar dat weten al die psychopaten. Dat is ook net zoals in de film. Dus dan is die S achter je, dan ga je door en dan staat hij daar. Ik heb hem al de hele tijd niet gezien. Nee. Maar dat zal zo wel veranderen. Ja, het is altijd zo, je ziet hem even een tijdje niet. En dan in één keer op het minst onverwachte moment, dan komt hij er in één keer pas van je. Hij is hier, hij is achter die boom. Hij is gewoon achter die boom. Ik doe hem niet meer. Zie je? Nee, ik zie hem nog niet. Oh, ik heb kippenvel, man. Kippenvel, ik heb gewoon hanenvel, man. Ja. Oh, ik ga zo schrikken. Als ik zo hard schrikken, jongen, ik kap ermee. Ja, weet ik, maar dat ben je het ook. Ja, nou wel. Misschien echt ook. Hopelijk. Daar heb ik toch wel een spul aan. Hij staat achter de boom. Hou op! Ik vind horrorfilms zo eng, maar als je zelf bent, je moet maar gek dat je zo'n gekke psychopaat achter je achter krijgt. Nee. Ik zou echt niet zo'n donkerpas doen. Nee. Dit spel moet je spelen voordat je doet aan een dropping. Wat is een dropping? Dat je een donkerpas wordt achtergelaten. Dat is zo'n scouting. Ja, zoiets. In het donker. moet je dit voor... Voordat ze naar scouting gaat. Ja, waar is Emily dan? Ja, er was zo'n man die wil haar graag meenemen. Ik dacht zo van, ja, dan ben ik mooi van de naaf, dus ik heb haar mij even afgeleverd. Mm-hmm. Goed, ze elkaar. Zoom eens in. Nee. Met E zoom je. Ja, maar dan staat hij. Nee, kijk er. En met Q zoom je weer uit. Hè, hij doet het niet. Bijna. Ik zal maar eventjes gaan rennen. Wat? Misschien staat hij net close achter je. Ja, nou, dat staat hij deel tijd al. Ga dan ook eens achter je kijken. Nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Okay. Ik zweer, ik ben een mietje. Zo, voor eens kijken. Daar gaan we niet alleen. Ik ga ze schrikken. Oké. Okay. Je hebt nog 7 minuten, hè? 7 minuten. Je hebt nog 7 minuten, maar nog 6 minuten in het echt. Ja. Oké, Slendy, wanneer kom je? Slendy! Slendy? Ja. Misschien is dit echt wel Andy. Misschien was het echt een man. Dus Andy, de Slendy. En het is Yuri, de Sloerie. Ja. Dus Yari, ja, nou. Ja. Yari, die in de safari rijdt en die hier gewoon van weg gaat. En dan schrik je dan een cadeautje. Nee. Ik schrik me de hele tijd al door. Dat geluid is wel eng. De donker is eng. Ik zie gewoon. En de bomen, die zijn gewoon. Ja. Ik. Kijk gewoon eens achter je. Nee. Nee, absoluut niet. Nee. Je durft te leven ook, al ga je dan wel door. Kunt je zelf wel zeggen van ik leefde. Ja, ik leef nu ook al de hele tijd. Zonder dat die gast komt. Maar ik dacht gewoon. Dat is die. Echt. Nee. Oh, niet schuilen, schrikken. Heb ik een pistool of zo bij me? Dan kan ik door de kast schieten. Ja, dat wou helemaal makkelijk doen. Nee! Hier was hij net als ik daarheen ga, daar stond hij. Daar stond weet ik, die moet je omdraaien. Nee, absoluut niet. Ik loop gewoon een stuk door. Ik zou maar ietsjes naar rechts gaan. Want? Misschien is daar iets. Zelfs verder mee. Nee, maar hier was hij net. Ja. In ieder geval het begin van de video van het spel. Mm-hmm.
Daar stond hij voor me. Ik kom niet aan mijn woorden, ik word gek hier. Echt waar. Ik ga dood. Ik ga echt dood. Ik ga dood. Ik heb geen vrouw. Oké. Okay. Nee. Draai je om. No way. Ja, way. Een hek. Oh nee, is een hek. Ja. Hij staat hier. Toen ging ik ook dood. Toen was ik bij een hek, toen draaide ik me om. Zou ik hierover wachten. Ik wachtte 2 seconden en het ging dood. Ja, maar als er staat, loop gewoon recht op hem af en dan ben ik er vanaf. Ja, ik zal me 1 keer laten schrikken, dan is het eerst dat leven voor jou. Wat? Ik zal me 1 keer gaan schrikken. Dus op rechter muisknop. Dan? Licht op de uit. Nee, maar waarom zou je licht uit willen doen hier? Dat is cool. Hij weet toch waar je bent. Wat is dat wel dat witte daar? Oh, dat is gewoon een laptopvlek. Of niet? Ik moet denken. Kijk, wat heb je gedaan? Ze floden. Ik zie een boom daarachter. Maar ik zie heel veel bomen. Waar ben ik? Ik ben hier. Hé? Waar ben ik? Naast Slenderman. Hou op. Waarom is het niet gewoon Chucky of zo, zo'n pop die in het einde rijdt? En als hij eraan komt... Dat is wel één spel, dan wat je achterna zit en dan pop. Echt. Is van EPC of zoiets. Je hebt nog zo'n 5 minuten. Ja. Dan ben je in die tijd te schrikken ofzo. Te schrikken? Ja. Maar ik schrik me de hele tijd al rot. Van binnen schrik ik me dood. Waar is mijn... Hij is uit! Mijn zaklamp is op. Nee. Ja. Dat leeg. Hij heeft me afgepakt. Ik durf niet meer. Maar ik zie nu helemaal niets meer. Nee, dus nog een keer? Dus nog een keer? Of ga je de douche zitten? Rechts. Ja, nee. Ja. Ik schrik me gewoon zo in mijn god. Ja, blijf praten, hè. Ja, je moet blijven praten, maar dan schrik je niet zo hard. Ja, hij is helemaal leeg. Tyfus. Ja, maar ik zie alleen daarboven een beetje van die bosjes, maar ik zie verder niks. Mm-hmm. Nu komt die kerel zo opeens in beeld, hè? Ja. Ik zou het opgeven als kerel. Echt? Ja. Ik zou gewoon blijven staan. Blijf staan? Zo, hè. Sta je nou stil, hè? Volgens mij wel. Ik schaam me rot. Oh, je hebt 3. Ik heb er maar 3. Twijgen? Nee, nooit. Goed gedaan. Net zoveel als Herman. Ja? Ja. En hoeveel had jij dit? Ik had 4. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het kijken. En hopelijk hebben jullie genoten van zijn beangstigheid. Ja. En ja. Doei. Ajoe. Kijk uit, straks staat hij achter je. Ja!